Goedendag, mijn naam is Jaap Meijer. Ik zal u laten zien hoe u de app van het Nederlands Dagblad op uw Samsung tablet kunt installeren. Wanneer u de tablet aanzet, ziet u een icoon Play Store. Dat is de winkel van Google, waar ook de app van het Nederlands Dagblad in staat. Een app is een programma. We klikken op het vergrootglaasje rechtsbovenin. En tikken Nederlands. Nederlands Dagblad. We zien het ND-logo. Tikken daarop. Kiezen. Installeren. U krijgt een voortgangsbalkje waarin u kunt zien of het een beetje opschiet. En we kunnen kiezen openen. Maar, nou open ik hem vanuit de store. Hoe vindt u er straks nog terug? Ik ga even terug naar het hoofdscherm. En dan ziet u dat ook daar een icoontje ND is geplaatst. Hij zegt welkom, u kunt 1 editie gratis downloaden. Dat is voor iedereen die ook geen abonnee is. Als u echter wel abonnee bent, wilt u uiteraard meer dan 1 editie kunnen downloaden. Afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding duurt het even voordat u de krant kan ophalen. U ziet de laatste krant en als u gaat vegen, kunt u meer kranten zien. Onder het ND-logo kunt u hier ook klikken op weergave voor 1 of meerdere. En dan kunt u nog een maand terugkijken en kranten downloaden. Zoals gezegd, u wilt gratis uw krant downloaden als abonnee. U klikt dan op het sleuteltje rechts onderin. Geeft uw gebruikersnaam op. U geeft aan na hoeveel tijd de kranten moeten worden gewist en u zegt opslaan. U ziet nu dat alle rode balkjes over de pagina zijn verdwenen, omdat u alle kranten gratis kan downloaden. U klikt op de downloadknop en op het moment dat de krant is gedownload, verandert de knop in een blauwe knop lezen. Ondertussen ziet u rechts in het scherm het laatste nieuws voorbij komen en onderin het scherm ziet u de voortgang van de download. Uiteraard duurt een weekend download iets langer dan een doordeweekse dag vanwege de bijlagen die erbij zitten. U ziet de knop download is veranderd in de knop lezen. Hij haalt de pagina op. We kunnen hem lezen door in te zoomen. U kunt dus de vingers gebruiken, 2 vingers om in en uit te zoomen. U kunt vervolgens opzij vegen voor volgende pagina's. Of u kunt onderin op het woordje pagina's klikken. En dan kunt u zeggen van ja, maar ik wil gelijk bijvoorbeeld naar een bijlage Gulliver toe. Hij moet altijd even de artikelgegevens dan ophalen. U kunt hem vergroten zoals ik net zei. Maar u kunt ook een artikel aanklikken. U kunt het artikel zien. Dan kunt u linksboven met het kruisje afsluiten. Rechtsboven kunt u bladeren door de artikelen. En u kunt de lettergrootte aanpassen aan wat u prettig vindt. U kunt rechtsboven met het loepje kunt u nog zoeken in de artikelen. En er staat nog een hamburgermenu zoals we dat noemen. Allemaal streepjes boven elkaar.
Vergelijk twee broodjes met twee plakjes vlees ertussen. Als u daarop klikt, klapt de lijst met artikelen uit en kunt u op die manier ook even snel door de krant lopen. U kunt het artikel afsluiten door weer op het kruisje te drukken. U komt dan terug in de krant. En linksboven kunt u met de pijl terug naar het krantenoverzicht. U kunt vervolgens een andere krant gaan lezen. Of op de nieuwsfeed drukken. U krijgt dan meer gegevens te zien. Meer artikelen die net zijn binnengelopen. Die kunt u lezen. Dan gaat u naar de website. En dan moet u daar eventueel nog inloggen als dat geen gratis nieuws is. Via de knop bovenin. In dit geval is het gewoon gratis nieuws. En kunt u hem hier lezen. Ook dat kunt u met een kruisje weer wegklikken. En nu kunt u met pijltje terug naar het hoofdscherm van de app. Wilt u de app afsluiten, dan klikt u op de grote knop. En bent u terug bij af. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met de app.